Een hele goede, het is middag al zeker, want wij staan hier al van 5 uur deze morgen. Wij zijn een beetje ons uur kwijt. Een hele goede middag allemaal. Wat een hele goede namiddag allemaal. Ja. Oh, zeg, Gertie, zeg niks. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Hè. Het is de bedoeling dat we... Ah, wat is dan de broebeling? Nee, de bedoeling. Ja. Ja, de bedoeling is dat wij nu eens laten zien hè, hoe zo'n Samsonbrood gemaakt wordt. Wat, ik weet dat. Ah ja? Wat, dat is een heel gezond brood en daar hoeft van alles in, man. Ja. Ja, ja, maar wat moet er allemaal in? Hey, weet je dat? Ah, van alles? Ah, wel ja. En dat zijn allemaal gezonde dingen die... Ah, wel ja, fruit en groenten en aardappeltjes nee, en biefstuk. Nee. Ah, dat is toch gezond? Ja, dat is gezond, maar dat zit toch niet in een brood? Oh, nee. Kijk, ik zal even uitleggen wat er allemaal in zit, hè. Goed opletten, hè. Ja. Kijk, eerst zit daar bloem in. Wow, bloemetjes, dat is mooi. Nee, bloem. Bloem, hè. Ah, zo van die witte bloem. Ja. Tarwekiemen. Oh ja, tarwekriebelen. Nee, tarwekiemen. Kijk, dat is wat niet zo. Zie je? Moet dat daar allemaal in? Dat is nog niet alles, hè. Haverzemelen. Oh, ze moeten ook zeveren. Nee, haverzemelen. Zie je? Oh, ja, dat is toch wat ik bedoel. Lekker, hoor. Dan zit er natuurlijk ook gist in. Wat moet de mist in? Nee, gist in. En dan een heel klein beetje, maar echt een heel klein beetje zout. Want dat is ook typisch aan ons brood. Het is zoutarm. Voilà. Ja, en dan natuurlijk water, hè.